Wat je sowieso wilt creëren is een veilige sportomgeving voor de kinderen. En dat je dat op een pedagogisch verantwoorde manier doet. De trainer leert in de basis de kinderen de sport die zij zo graag beoefenen. Daarnaast moeten ze de inzichten hebben om positief gedrag te stimuleren. Maar ook negatief gedrag te corrigeren of misschien zelfs te voorkomen. Elke club moeten trainers aanwezig zijn die weten hoe ze met de sporters om moeten gaan. Want dat zorgt uiteindelijk voor die veilige sportomgeving. En dat maakt het verschil. Zorg voor die vakkundige geschoolde trainers voor een veilige sportomgeving. Zorg ook voor een sociaal veilige en fijne sportomgeving. En ga aan de slag met de 4 V's. Nederland wordt veilig! Kijk voor meer info op nocnsf.nl/nederlandsportveilig.